Welkom bij de podcast 50 Koffies. Een podcast om vrouwen aan te moedigen hun comfortzone te verlaten. om hun persoonlijkheid en carrière te doen groeien. Met de podcast willen we het vuur aanwakkeren dat in iedereen huist. Minder twijfel, meer durf. Connie van den Driessen is op zijn minst gezegd een boeiende vrouw. Zij is de co-founder van Accent Jobs, co-owner van The House of HR, founder van Stella P. Managing partner van We Are Chain en zit daarnaast nog in de raad van bestuur van JBC. Een vrouw die haar steentje bijdraagt aan gendergelijkheid binnen de top van Belgische vrouwen. Welkom Connie van den Dries op de podcast. Welkom. Dank u wel. Connie, onze podcast heet 50 Koffies. Onze rode draad doorheen onze podcast is uiteraard koffie. Dat is duidelijk, denk ik. Hoe drink jij graag jouw koffie? Ben jij een koffiefan? Drink jij veel koffie? En als je dan koffie drinkt, wat voor koffie is dat dan? Ik, eh, ik drink graag koffie. Ik moet mijzelf een beetje inhouden. Hè. Dus ik, ik drink maximum drie tot vier koppen, hè. omdat ik mezelf dat opleg. Um, dus ik ben eigenlijk wel een koffiefan. Het geeft mij een stukje adrenaline. Het troost mij af en toe een keer. Uh, en ik drink hem zwart. Ik heb alles afgeleerd. Ik heb suiker afgeleerd. Ik heb melk afgeleerd. Omdat ik anders op zoek moet gaan naar melk en suiker. Ja. En, uh, ik, ik heb niet altijd de tijd om op zoek te gaan. En als ik dan melk vind, dan is die zuur geworden. Dus ik heb alles afgeleerd. Gewoon dus, uh, straffe zwarte koffie. En ten tweede, voor mensen die gekeken hebben naar de leeuwenkuil, ik mm -hmm. heb uh, geïnvesteerd in cuppelot. En dat is in Katrien. En Katrien koopt koffies aan, specialisatiekoffies. Dus high-end koffies. Okay. En die uh, brengt en die doet business to business. En die verkoopt dat aan branderijen. Oké. Okay. Dus ik hou werkelijk van koffie. Ja, het, zit, uh, het is, is meer dan een uh, dan bakje koffie uh, alleen. Het zit uh, dieper in je DNA ondertussen. Absoluut. Heel leuk. Uh, Conny, uh, voordat we aan onze vragen beginnen, misschien heel interessant om even te kaderen wie jij juist bent en wie Conny van den Driessen zowel op als naast de werkvloer is. Ik vind dat een leuke vraag. Van, dat is altijd de vraag die ik stel aan start-ups die pitchen van weet je werkelijk wie je bent en wat dat je competenties zijn hè? en wat, dat je, wat dat je weaknesses zijn en wat dat je strengths zijn. Van, ja. Uiteindelijk moet je je laten omringen. Eh, door hetgeen dat je niet minder goed kunt, eh, moet je laten omringen door anderen. Dus ik vind het een hele toffe vraag. Um, wie is Koning? Koning is uh, in de Griekse mythologie Athena. Oké. Okay. Eh, dus uh, is degene die de, de oorlog gevoerd heeft. Dus ik ben eigenlijk wel. Uh, ik neem heel graag initiatief. Ik ben een doener van, na van nature. Ik ga weinig babbelen, veel doen. Ik. Uh, ik ben geen grote stratege, maar ik heb wel leuke ideeën. Ik, uh, in de kleuren van insights ben ik ah, rood. Mooi insights. Yeah. <laughs> ik ben insights practitioner, dus dat ligt mij heel ah. nauw aan het hart. <laughs> Oké, okay, dan ben ik, uh, ben ik rood, tamelijk sterk. ben ik heel groen. Oké. Okay. Okay. En op het laatste blauw. Dus, uh... <laughs> wij zijn allebei ook op het laatste blauw. <laughs> ja, wij zijn heel rode types, wij met twee. <laughs> ja. Dus om te controleren moet ik mij laten omringen. Dus, uh, <laughs> of analytische. Exact... Uh, ja. ja, dat is ook exact waarom dat wij de koffies uh, gedaan hebben. We weten dat we heel weinig blauw in ons hebben. Dus uh, we moesten een beetje veilig spelen voor onszelf. En uh, daarom dat we de koffies uh, doen. En dat we dus uh, een beetje van buitenaf informatie uh, gevraagd hebben. Voilà. Oké, okay, en, en op de werkvloer, is dat dan gewoon een doener die we of zijn er nog, want je, jij doet een racem aan verschillende zaken. Ja. Um, ik ben ooit 25 jaar geleden gestart met uh, een co-founder uh, in Accent Jobs, uitzendarbeid. Um, en ik kan zeggen, mijn leiderschapsstijl dan en nu de laatste 5-6 jaar is die veranderd. En het is ook nodig, Van, op vandaag hebben wij een leiderschap die eerder dienend moet zijn, participatief en eh, overleg. En ik ben blij dat ik heel geshift ben. Van vroeger, 25 jaar geleden, was meer directief leiderschap. En als ik, als ik dan in de spiegel keek, dan dacht ik, zo wil ik het niet houden. Zo, weet je wel, hij doet dit, doet dat. He, heb je mm -hmm. daaraan gedacht? Uh, alles in handen houden, alles uh, controleren. En daar dan kwam ik precies op een duur niet meer gelukkig van. Ah oh ja, oké. Okay. Dus ik heb, mij, ik heb vier jaar een cursus gevolgd in Nederland. Vrij, uh, uh, vrij grote impact. Hè. Mm. Wat is, de, cursus was, uh, de vraag was: wat is nu het diepste verlangen? Uh, en ik ben eigenlijk uh, een stukje mijn masker, die mij geluk bracht, gaan omzetten naar een nieuw soort leiderschapstijl. En, en ik ben daar heel blij om. En mensen ook rond mij. <laughs> mooi, dat is wel boeiend. Ja, ja ik, ik, vind, ik, ik, ik heb één rode draad in mijn leven en dat is altijd in beweging blijven. Ik haat het om achterover te leunen en, en niets te doen. Ik wil mensen halen en mijzelf uit de comfortzone halen. Heel Super. mooi, heel interessant. Het kriebelt bij ons ook heel veel om uit de comfortzone te gaan. Het is soms ook confronterend om uit de comfortzone te gaan. Ja. En iedereen vindt dat leuk, hè? Nee, absoluut. Nee, denk ook waar. van type nee. tot, uh, tot type af, natuurlijk. Ja. Nu, Connie, we hebben ook wel ergens uh, gelezen, omdat ik ook al wil weten of dat het klopt, dat je ergens begonnen bent als receptioniste op een camping. Helemaal juist. <laughs> en van daaruit ben je dan wel opgeklommen uh, naar toch wel de top van België. Is het iets wat je altijd al gewild hebt, of denk je dat het een beetje gaandeweg ook gebeurd is? Zo, hoe is dat nu eigenlijk gegaan, de loop van jouw carrière? Ik ga eerlijk zeggen, uh, mensen stellen mij dikwijls die vraag. En eigenlijk, uh, je, je, word, je staat niet op en zegt: Ik ga nu, uh, ik weet niet, allee, welk bedrijf uitbouwen. Uh, eigenlijk maak je stappen, kleine mm. stappen. En het is zo raar hoe dat leven gaat. En misschien is ook niks toevallig. Hè, maar je, je, je start met één kantoor. Uh, eerst uh, ga je gaan leren bij de competitie. Ja. Hè? En dan ga je op je eigen beginnen, omdat dat misschien toch wel een stukje in u zit. Maar je hebt dan één kantoor, maar je weet niet dat je na 25 jaar 500 kantoren gaat hebben. Hè? Ja. En in vier, in, in, in vier landen zit en in, in een aantal zes landen gaat sourcen. En zo. Dus daar dat, dat sta je niet bij stil. Dat is eigenlijk stap voor stap. En mensen zeggen, ja, kon je, hoe doe je dat? Maar ik zei dat, 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 dat overkomt u precies. Maar je staat er ook altijd voor open, je wilt altijd jezelf challengen. Je hebt zo precies een beetje in je buik die je altijd meer wil. Mm -hmm. Heel herkenbaar. Hè? Ja, heel herkenbaar. Dan hopen we hopen dat dat voor ons binnen 25 jaar hetzelfde verhaal is. Ik hoop het samen met jullie. Dus, uh... Je hebt er net al eventjes gezegd dat de rode, rode draad liever in jouw carrière dat die een honger was naar, naar meer dan niet stilzitten. Is dat iets dat ervoor heeft gezorgd dat, dat je vandaag staat waar je bent? Of zijn er bepaalde principes, regels waar je zelf hebt Telkens mee getoetst of je of nieuwe stappen die je ondernam, die je ja, toch mijn soort wil ik dit, wil ik dit niet, ja, houdt iets steek in mijn plan. Uh, waar, en welke zijn dat dan? Uh, ondernemen, het woord zegt het zelf, eigenlijk moet je gaan initiatief nemen. Ondernemen. Hè. Ja. En uh, als je nu stoel zit, er, er komt niks zomaar uit de lucht te vallen. Spijtig nee, genoeg als zo is, mm -hmm. dames, dat moet je roepen. <laughs> hey, ik ben nog altijd naar die lucht aan het kijken. Hey, en het is, ik, ik, dank, ik dank, ik weet niet wie dat moet danken, maar uiteindelijk heb ik heel veel energie gekregen, heb ik, dat ik heel graag dingen ontdek, dat ik hier ben en dat ik continu mezelf challenge en wel gechallenged worden hey, om, om dingen te gaan onderzoeken. Um, en. Ik heb heel veel rolmodellen tegenkomen. Ik heb heel veel raden van bestuursleden rond mij gehad die, het, die heel, eh, heel veel wijsheid hadden, heel veel expertise. En dat heeft mij gevormd tot, tot wie ik ben op vandaag. Mm. Dus ja, het, 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 het is precies, ja, het komt precies op uw weg. Ja. Mm -hmm. En, en staat er precies voor open. Je moet juist maken dat je de juiste just, keuzes maakt. Ja, volgens volgens, uw authenticiteit, volgens dat je authenticiteit, ja, volgens dat je eigenlijk een stukje in elkaar zet. Als het niet juist zit, dan voel je het in je buik. Je buik ligt nooit. Dus uh, een goed ja, buikgevoel, belangrijk toch, want dat is vaak de vraag hè, bij ondernemers van ja, buikgevoel of ratio. Of alle twee. Mm -hmm. uh, ik denk een beetje alle twee. Is dat Absoluut. voor u ook? Ja ja. Ja, 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 ja. Dus ik ben ook zeer rationeel en ik heb ook dat buikgevoel. En als die twee in, in lijn zijn, zou zeggen, go. En ook al heb je de verkeerde keuze gemaakt, dan moet je even op de blaren zitten, maar je leert daar zoveel mee. Dus het is eigenlijk soms dat je meer leest van je, leert vanuit je verkeerde keuzes ja. dan vanuit je ja. juiste keuzes. Ja, maar ik wel. vertel hier niks nieuws. Hè. <laughs> nee, dat denk ik ook wel, hè, dat je uit je fouten echt al het meeste kan leren. Uh, maar uh, je gaf even aan dat je wel heel veel voorbeelden, modellen hebt gehad. Kan je zeggen wie dat er uh, een van je grootste voorbeelden of een van de mensen um, in je leven was waarvan dat je denkt dat was toch wel een verandering en, en die heeft mij toch wel dingen laten inzien? Een, een dame die zeer veel impact op mij gehad heeft, is uh, de dame van Milijnen. Hmm. Oké. Okay. Uh, dat zegt dus, mij niets eigenlijk. Milijnen is eigenlijk uh, het, het eerste product die via thuisverkoop ja. He, dus, hostessen die thuis kwamen met de producten, uh, thuisverkoop eigenlijk, uh, een hele grote business uitgebouwd heeft. En er was een dame, een veterinair, die eigenlijk een product ontwikkeld heeft, en, en zo gestart is met, met beautyproducten. En och, ik, spreek van, ik spreek van 35 jaar geleden. En ik zie die dame nog staan en ik dacht: Jezus, ze kan wel wat beautyproducten gebruiken. <laughs> maar ik moet eerlijk zijn: die gedrevenheid, die, die ideeën, die, ja, uh, die energie die daarvan kwam. En ze zei één ding: zei ze, In weelde word je geen ondernemer. Je moet honger hebben om een ondernemer te worden. Oh, en dat, zijn zo ja, dat heeft dan op dat moment zoveel impact op mij gemaakt dat ik zei: Ja, oké, okay, okay. dat, dat wil ik worden. <laughs> Super fijn om te horen. Um, nu, je bent zelf ook wel een self-made woman. Um, ongetwijfeld heb je dan ook al heel veel andere ambitieuze mannen en vrouwen tegengekomen, net zoals je zei. Um, maar denk je, of wat maakt nu eigenlijk het verschil tussen personen die daar effectief omhoog klimmen? maar die daar ergens tegen een plafond komen zitten en dan andere mensen die daar echt wel doorklimmen tot de top. Ik denk dat je een gezonde portie naïviteit moet hebben. Ja. Een beetje dromerig zijn ook. Uh, Dromer is nog iets anders dan naïviteit. Mm -hmm. uh, ik denk, uh, als, je te, als je te veel... We, we, we hebben nogal de neiging om heel veel in ons hoofd te gaan. Ja, absoluut. Absoluut. En we hebben een fantastisch bekken, hè, dames. Dus, ja. euh, <laughs> dus ik, zou, ik, ik denk dat we veel meer die verbinding moeten maken tussen hoofd en bekken. Mm -hmm. En ook heel dikwijls naar dat bekken gaan. Omdat uh, het brengt ons zoveel meer dan alleen maar dat hoofd. Ja, mm -hmm. heel belangrijk. Gisteren nog ja. een meeting ook over hoe dat we. Een maatschappij hebben dat, dat, wij noemen dat kopjes op stokjes creëren. Het moet allemaal vanaf hier komen. En een ja. buikgevoel, een intuïtie. Oh, boe, veel mensen dansen er wel van, van ja. weg. Maar superbelangrijk om beide te gebruiken. Ja. Maar we, hebben het ook, alleen, we, zijn, we zijn ook heel sterk als ondernemer terechtgekomen te in een mannenwereld van ondernemers. Mm -hmm. hè? Dat, is, dat is nu eenmaal zo. En we hebben eigenlijk een stukje dat gedrag overgenomen. Ja. En eigenlijk vind ik het fantastisch om ook te gaan voelen, hè, met je buik, met je bekken, die verbinding te maken. En op het moment dat je uit je hoofd stapt en meer in verbinding bent met je bekken, dan, dan gaan we ook veel vlugger ja zeggen en veel minder het dooddenken. Mm -hmm. Ja, overdenken, te hard denken dat je het stopt met uh, te doen, ja. omdat je van alles schrik hebt. Elk scenario in je hoofd. Al hebt ja. ik, ik zeg heel duidelijk eens, zeg eerst ja en denk dan. dan. Ja. <laughs> dat ook en dat is die gezonde naïviteit. En dan heb je gesprongen en dan komt alles wel vanzelf. Dat moet allemaal niet zo doordacht zijn. Nee, mooi. hele niet-traditionele type, denk ik, maar wel een hele mooie. Ik kan me ook voorstellen dat dat niet zeker voor mensen die meer, als je dan wat insights kent, blauw-rood blauw uh, meer zitten, niet altijd gemakkelijk is. En zelfs voor mensen die wel uh, van onderaan de cirkel zitten, die uh, ook nog altijd moeite hebben met oké, okay, hoe, hoe doe ik dat nu concreet naar mijn lichaam? luisteren? zijn er tips die je hen kunt meegeven om die connectie te maken? Dat, dingen die jij gebruikt, die jij belangrijk vindt om die connectie te voelen? Ik moet eerlijk zijn, ik ben waarschijnlijk... Ik heb daar heel sterk op moeten oefenen. Mm -hmm. Zoals alles, denk ik. Ja. ja, dat vraagt uh, oefening. Ja, en het, het, het is mij vallen en opstaan. Van, uiteindelijk, um, we zitten in zo'n maatschappij die, die denkt vanuit het hoofd. Hè? Uh, en en er, wordt, er wordt heel weinig naar die soft skills gekeken. Mm. Als je kijkt naar het onderwijs, hè, van kind af aan wordt u alleen maar kennis. Hè, moeten we kennis verwerven? Moeten we met het hoofd denken? En. Eigenlijk weinig gevoel mm -hmm. hebben. Hè? Hoe dat we samen kunnen uh, in overleg gaan. Mm -hmm. Hoe dat we uh, al, ja, iets samen kunnen realiseren. dat wordt heel weinig ge gegeven. Ik, ik vermoed dat dat nu wat meer is. Hè? Want het is al lang geleden dat ik nog op de school gezien <laughs> heb. En ik hoop dat dat wat meer is. Maar eigenlijk is dat een warme oproep om daar een stukje naar die soft skills te gaan. Want het moet eerlijk zijn. Uh, we, we, we zijn nu binnengekomen in een nieuwe decennia. Hè? Mm -hmm. En we hebben eigenlijk bij jonge mensen die het willen maken op vandaag veel meer creativiteit nodig, veel meer soft skills, soft skills en veel meer uh, communicatie nodig. Mm -hmm. en, en, en dat zijn zo de nieuwe skills die we nodig hebben om het te gaan maken. Ja. Dat... Buiten natuurlijk een stuk kennis, ja. maar dat zijn werkelijk de skills die we gaan nodig hebben. Ze zeggen dat ook hè, dat, er heel veel, dat robots heel veel dingen overnemen. Maar dat de robots niet kunnen overnemen, is allee. echt de creativiteit, het gevoel uh, en hey, de menselijke kant. Het is een perfecte aanvulling. <laughs> van wat ik, uh... ook een beetje, allee, om even terug te komen op het voorgaande. Um, ik kom zelf een beetje uit de architectenwereld. Ik heb interieur gestudeerd. Um, en daar zeggen we ook altijd. Je moet eigenlijk echt je droominterieur uitvoeren. En daarna moet je pas al de problemen en de isolatie en, en, de, en het kostenplaatje maken. Ja. Maar eigenlijk moet je je perfecte beeld eerst creëren en daarna pas al de technische problemen ja. oplossen. Uh -huh. het, het budget um, bepalen en dan zien waar je kan besparen. Want als je van in het begin alles met het budget gaat bepalen, dan ga je eigenlijk je creatief, uh, creativiteit. Um, niet loskomen en ga je zelf heel erg beperken, omdat je denkt, oei, dat past niet binnen het budget, dus ik ga er niet over nadenken. Ja. En wat ik ook geleerd heb, hè, is dat we ons veel minder moeten focussen op het negatieve. Mm -hmm. ja. We hebben nogal de neiging om, om te kijken als we uh, een groep of als we leiding hebben over een aantal mensen. In België heb ik er uh, zo'n duizend medewerkers, fantastische Hi. medewerkers. <laughs> en wij, wij, wij bouwen reglementen op één of twee mensen waar dat misloopt. Hè? En, en er zijn er dan 998 wat dat wel goed loopt. Maar toch gaan we een reglement aanpassen eh, naar hetgene dat misloopt. En dat vind ik zo fout. Mm -hmm. ja, we moeten weg van, van dat doemdenken. Van, hè, als we dat doen, dan gaan, er daarvan, twee, gaan er daarvan mensen profiteren. Maar ja, wat, wat, is, wat is één of twee of drie of vier mensen op zo'n aantal? Ik ja. vind dat ook een beetje met onderwijs is. Um, je wordt eigenlijk echt aangeleerd, of vanaf kleins af aan. Als je in een bepaald vak niet goed bent, dan wordt alle focus daarop gezet en moet je daarvoor bijlessen gaan volgen, en moet je daarvoor naar de avondschool en moet je daarvoor extra dingen doen. Maar ze focussen heel erg weinig op de vakken die je dan echt super goed kan. En in plaats van daarop verder in te zetten en te zeggen, oké, okay, daar ben je wel super goed in, zet daar meer op in. Maar eigenlijk wordt er ons van kleins aanvan aan aangeleerd om in te zetten op de dingen die je niet echt kan en om daar bijscholing voor te doen en daar extra aandacht aan ja. te geven en, ik dat dat een en beetje... veel energieverlies, ja, want ja, dat zijn vaak ook de dingen die je niet graag doet, die je ja. tegenzien doet. Dat zorgt ook dat je niet graag naar school gaat, dat je er een beetje een degoe van krijgt. Ja. In plaats van ja, als je een soort uh, sfeer creëert waar dan mensen op kunnen flourishen, openbloeien, ja. uh, dan denk ik dat je ook krachtige, meer creatieve leiders, zoals ze nu werken als een echt leider, ondernemer. Of gewoon leiders al zien hun eigen leven in handen nemen en, en focussen op de dingen dat ze graag doen. Uh, ik denk dat inderdaad het Belgisch onderwijs daar absoluut niet uh, Daar nog veel aanpassingspunten absoluut. En zeker als, ik ga eerlijk zijn, als je een bedrijf runt en, en met human capital werkt, mm -hmm. hè, um, is het belangrijk dat. Ik, ik, om je een voorbeeld te geven, ik probeer zo weinig mogelijk nee te zeggen als mensen mij een vraag komen. Dat is een hele schone. En, en eigenlijk. Ja, proberen te zeggen. Mm -hmm. Dus van mensen, jonge mensen, oord niet graag nee. Dan, dan, dan ga je een <laughs> stukje iets, iets bedotten. Maar het zal, het zal misschien wel een ja zijn met, met, met wat er rond. He? Maar ik ga absoluut proberen geen nee te zeggen. Zodanig dat ik die droom, de entrepreneur, niet. niet ja, onmiddellijk al in een hoekje duw. Van ik hou van mensen met, met initiatief, met entrepreneurier spirit. En zij moeten het een stuk aanpakken en oplossen. Mm -hmm. En jij zorgt daarvoor dat ze. Het ik ga het kader, het kader en, de, en de stoel en de tafel. En, de, <laughs> en zo weinig mogelijk en zo veel mogelijk enthousiasmeren, denk ik dan. Amai, ik heb een, ik heb een fantastische job, dames. Dus ik moet heel weinig doen. Dus <laughs> Ja, als je, en dan nu even een beetje meer technisch, gaat kijken naar de vrouwen die een masterdiploma halen, de vrouwen die een hogere studie hebben, dat zijn 60% van de masterdiploma's. Worden we altijd vrouwen? <laughs> ja. Go girls. Maar... maar als we dan gaan kijken, inderdaad, verder stoot eigenlijk maar 20% door naar topmanagement, topfuncties. Heb je zelf in jouw weg bepaalde dingen ervaren dat je toch als vrouw tegen bepaalde moeilijkheden botste of dingen die voor jou anders waren dan bijvoorbeeld mannelijke collega's of mannelijke partners? Ik moet u een stukje teleurstellen, want ik heb eigenlijk voor mijzelf beloofd, aan mezelf beloofd dat ik op zo'n vraag niet meer antwoord. Oké, okay. oké. Okay. Uh, omdat ik, ik, ik vind als je iets wil realiseren, um, sommigen slagen erin, sommigen slagen er niet in. Maar ja. Het is, het, is, het is persoonsgebonden. Mm -hmm. Oké, okay. want er is de, de afvloei is er wel, allee, de cijfers zijn de cijfers. Wat denk je dat dat dan zou maken? Zou dat puur zijn het, het, het moederschap dat daar hoogstwaarschijnlijk een enorme rol in speelt? Zijn... Dat, is, dat, dat, allee, dat is ook bewezen mm -hmm. dat dat een enorme rol in speelt. En, en sommigen komen terug op de radar en anderen komen in een ander verhaal terecht. Ja. Maar dat is een keuze van, een de, persoon. Keuze van, van de persoon, een stuk. Um, ik weiger te, de. Allee, ik weiger daar alle schuld naartoe te schuiven. Ja. Uh, ik denk dat het een stuk ook te maken heeft met, met wat hij wenst in het leven. Mm -hmm. Mm -hmm. En dat dat meer op basis van persoon is dan op basis van bepaalde genderrollen. Ja, het is een vrije wereld. Als, als het niet in dat bedrijf lukt, dan lukt het in een ander bedrijf. Ja. Doorzettingsvermogen. Ja. Dat ja. is de key. key. <laughs> ja. Nee, daar zijn we eenmaal mee eens. Uh, met Onze podcast dat is wel heel belangrijk. voor ook En een luisteren. stukje naïviteit, hè? Ja, Die naïviteit. Gewoon Ja, We gaan. Blijven gaan. <laughs> nee, dat is heel belangrijk. In onze podcast we hebben we absoluut geen vrouwelijke voorvechters. Uh, absoluut, absoluut niet. Maar uh, we hebben wel heel veel studie gedaan en heel veel studies gelezen. Dat we toch af en toe eens van onze stoel vielen over okay. de cijfers. Dus, uh... Ja, en dat we daarom ook de, de, de vraag stellen: van, is het nu zo of niet? omdat het makkelijk is om te zeggen het ja. is dus omdat we vrouwen zijn of, of dus omdat de mannen niet eh, meewerken. Niet dat we denken dat dat zo is, maar gewoon als je die cijfers kijkt, als je die cijfers ziet... Ik denk dat je vrouwen je dat meer en meer een stem krijgen ja. op vandaag. Ja, absoluut, dat hey, denk ik ook wel. Ja. Dus, En ik denk dat we nu in, in, in het decennia gekomen zijn waar we, dat we, dat we werkelijk op, op kracht gaan komen. Ja. Dit is ons decennia. Ja, yes. <laughs> absoluut. Um, naast het maken van een carrière binnen een bedrijf zijn er natuurlijk ook heel veel vrouwen en mannen die kiezen voor een carrière als ondernemer. Dat is dan toch wel een ander pad. En dan komen we in jouw uh, deeltje. Um, als, als we dan gaan kijken opnieuw naar, naar wat cijfers, weten we dat er 16 procent, en zijn dat zijn dan cijfers wereldwijd, 16 procent ondernemende vrouwen zijn, uh, maar dat maar 2 procent van het durfkapitaal naar vrouwen gaat. Mm -hmm. Dat is dan uh, ja, jouw area of expertise met We Are Jane. Hoe komt dat, denk je? Um, er zijn een aantal redenen. Eén, wij uh, zijn supergoed om uh, mensen te ondersteunen als vrouw. We gaan heel ver, we gaan veel doen voor mensen. Maar we vergeten zelf uh, een, een loon te negociëren. Ja. Uh -huh. Dus als vrouw gaan wij heel weinig aan onszelf denken. He, dat is één ding. Dat, ver, dat vertaalt zich ook als, je on, als vrouwelijk ondernemer, dat je, heel, dat je minder geld vraagt als je onderhandelt met een bank. Mm -hmm. Het is ook studies blijkt dat wij minder geld opvragen bij banken dan mannen. Mm -hmm. okay. We zijn ook een stukje meer risico-aware. Dan, dan, dan dat zit dat aan onze genen. Wij, wij denken van wij moeten, wij moeten iedereen nog kunnen eten geven. Of, <laughs> De beschermer. De <of>, ja, beschermer, <laughs> ja, ja. Dat, dat is eigen dat 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 bakken. Dat kun je zomaar niet, niet kwijt. Ja. Hè? Dus uh, dat, dat is al een, een reden. Um, het, het lef om het te vragen. Mm -hmm kan ook van oké okay, we, we, we we gaan dat wel zelf bekosten en we gaan dat wel geraken. Hè? Ze, ze denken wat kleiner ja hè? en we gaan dat dat gaat wel leunen dat gaat wel dus uh, we hebben geen extra kapitaal nodig ja. Ja. En, met, en daarom heb ik tot het feit dat ik heel veel dames ondernemers ken heb ik gezegd oké okay, we hebben we hebben twee dingen te doen met we are jane Eén, het fonds, het funden van zo'n van zo'n bedrijven maar veel belangrijker is nog een stukje meehelpen. Uh, om die durf te hebben, hey, die expertise te bieden. Laten zien wat dat, dat doet als er, als er meer geld is. Dat dat vlugger gaat, vlugger accelereert het bedrijf. Ja, dus uh, meer mogelijkheden om te groeien en te bloeien. En dat je daar iets heel moois aan haalt. Ik in dat inderdaad... De, de... De vrouwen die toch wel bang zijn om, om in die financiering te stappen, om geld te aanvaarden, om om geld te durven vragen, dat daar inderdaad ons zelf vaak, allee, we saboteren onszelf daar soms mee uh, om dat niet te durven. Ja. En we zijn daar, we zijn daar zelf nu lopen daar Nadia en ik heel hard tegenaan. Nu we, we zitten nu ook in een ronde waar we op zoek zijn naar 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 financiering en dat is voor ons zo moeilijk om dat om dat op tafel te gooien, omdat inderdaad Uzelf Je, wat te moeten verkopen in dat verhaal. Heel ja. moeilijk. Ze zeggen ook bij een sollicitatie: hè, om het goed te vergelijken, um, als een man naar een sollicitatie gaat en hij kan drie van de tien punten afvinken, dan denkt hij: I'm ready for the job. Ik kan die job. Uh, heel overtuigend gaat hij naar die sollicitatie gaan. Maar als een vrouw niet tien van de tien punten kan uh, afvinken, gaan we waarschijnlijk denken: ah, Ik ben toch niet geschikt voor de job. Dus ik ga niet gaan solliciteren. Dat ja. dat misschien wel een beetje hetzelfde is: is dat wij nogal het hele plaatje 100% in orde willen krijgen vooraleer vooral, vooral dat we dan echt zelfstandig uh, zelfzeker gaan zijn uh, om dat dan effectief te doen. Hè. Klopt, helemaal. Wij willen best of school zijn, mm -hmm. we willen alles beter kunnen, mm -hmm. we willen 11 op 10 hebben in plaats ja. van 10 op 10. <laughs> Wij stotten daar zelf ook op hoor. Ja. Met, uh, maar, maar dat is heel typisch wat je aanhaalt en dat, daarom zeg ik zeg eerder ja, hey, spring uh, van dan, nog we, we, dan nog zijn we nog de best of school, hè. laat dat duidelijk zijn. Hè. Dan halen we misschien wel geen elf op tien, maar we zijn zeker nog hoger dan die drie op tien. Dus, uh. Ja, ja, ja. Nee. We merken dat, uh, dat zelf heel hard bij onszelf eigenlijk. Um, nu ook een beetje met de podcast. Ah, ja, we hebben een podcast gedaan. Hebben we genoeg informatie gegeven? Uh, zijn we wel zeker dat iedereen dat boeiend gaat vinden? Allee, we overdenken het ook soms uh, een paar keer. En we hebben onlangs eh, van de week nog gezegd, oké, okay, nu is het gedaan met perfectionisme, we gaan gewoon doen, ja. doen, doen, doen. En dan zien we achteraf wel. Het is natuurlijk, zoals aan een medaille, het is, het is een sterkte, maar het kan ook uw valkuil zijn. Ja, ja. inderdaad. Ja, en je moet er je echt over kunnen zetten. En het is wel een balans vinden. Hè. Ja, we spreken vaak over een 80-20 regel. Als je het 80% goed vindt, Laten we het gaan zonder te overdenken tot aan die 100% te geraken. Maar natuurlijk moet je niet met 20% tevreden zijn. <laughs> Ook niet, natuurlijk. Nee. Het helpt natuurlijk als je een groot bedrijf opbouwt, dan heb je geen tijd meer om tot, tot die 100% te komen. Hè. Dus dan heb je zoveel dingen te doen en zoveel ambities, dat je eigenlijk al tevreden bent. Soms al met 70, 30. <laughs> dus uh, <laughs> dat is de uitdaging, dames. Oké, okay, super, want um, als we nu ook nog eventjes terug in de cijfers gaan duiken, zien we dat 33% van de startups vrouwen zijn, waarvan dat dus eigenlijk 16% vrouwen um, effectief, allee, of 16% van de startups effectief blijven bestaan. Mm -hmm. um, is er daar een, een alleen denk je dat er echt wel een reden voor is, of is er een, een tip waardoor we dat een beetje kunnen voorkomen, of iets waar we meer op kunnen letten, om dan van die 33% toch iets meer... Te houden, want 33% dat start en 16% dan maar overblijft is eigenlijk net iets minder dan de helft, dan maar blijft bestaan. Dus dan is er toch nog wel ergens een probleem met, met het ondernemerschap en, en effectief de goede keuzes maken, denk ik. Um, ik weet niet zozeer als het, als het een probleem is. Mm -hmm. um, ik, ja, ik, misschien... ik vind de laatste jaren echt een opportuniteit voor start-ups. Mm -hmm. ja, er wordt zeker. heel veel gedaan, heel veel gefund, heel veel opleidingen gegeven. Ja, en dat maakt mij altijd blij van uiteindelijk, als er daar de helft van overschiet, die kan een bedrijf uitbouwen, die kan mensen te werk stellen. denk ik dat we fantastisch boe bezig mm -hmm. zijn. Mm -hmm. ja? Dus we, we hebben eigenlijk de laatste jaren zijn we eigenlijk een, stukje, hebben ze een stukje ons bewuster gemaakt van hoe leuk dat ondernemerschap kan zijn. Ja. En het is een stuk ja, het begin van de welvaart. Mm -hmm. he, het is niet de politici die de welvaart Maar het is eigenlijk wel de bedrijven ja. he, die mensen aanwerven, die maken dat er geld uh, vloeit. Dus uh, en natuurlijk, ja, het zit in ons, we willen eigenlijk ja. na 33, we willen eigenlijk we 100%, willen perfect hè? 100% scoren. <laughs> um, maar ondernemer zijn heeft, heeft zoveel facetten in zich. Mm -hmm. En ik denk dat jullie dat ook wel een stuk ondervonden hebben. Uh, en ik ben blij dat jullie met twee zijn. Van, stel dat je alleen zit, dan heb je misschien twee van de vier facetten, maar dan heb je precies vier of vijf, het moet precies een duizendpoot zijn ja. om het een stukje te kunnen realiseren. Uh, het is echt geen eenvoudige weg en ik denk dat heel veel mensen mij daar kunnen in beamen uh, nadat ze de weg afgelegd hebben. Er komen, het, het wordt soms zo moeilijk gemaakt. Uh -huh. He, en, dan, en, en ze maken het zelf ook, zelf ook moeilijk. Dus ik zou, één tip dat ik zou zeggen is: maak het niet complex. Uh -huh. Oké. Okay. Maak het niet complex. Twee, um, weet hoe je in elkaar zit. Als je product-minded bent, dan moet je niet proberen ondernemer te worden. Uh -huh. Of dan moet je laten omringen door iemand die wel kan ondernemer worden. He, dan moet je verder producten ontwikkelen. Ja. Um, je, moet, je moet altijd iemand in je team hebben die sales doet. Van, je mag nog het beste product hebben, maar als het niet verkocht wordt, dan... Ja, ja. ja klopt. Ja, dan raak je nergens. Ja. Ja. Dus je voelt dat, dat je zo heel veel in neus moet hebben. He? En ik zou... Het uh, is wel leuk om, om al die facetten... Maar heb dat precies nooit in één mens? Of wel een ubermens? Maar dat bestaat precies. <laughs> ik heb nog niet tegengekomen. Dus ik zou zeggen, probeer je daar uh, te ontmeringen en de nodige mensen... Uh, samen, met samen te hokken, of met twee te zijn, of met ja. drie. Ja. En zo complementair mogelijk te zijn. Ja, denk ook altijd... En dan gaan de slaagkansen wel omhoog. Ja. Ja. Ik denk ja. dat wij ook altijd zoeken in onze partnership, oké, okay, waar ben ik goed in, waar ben jij goed in? Um, en dat we dat toch goed proberen af te toetsen bij elkaar. Ik, als ik investeer, dan, dan maak ik dat er drie dingen in orde zijn. Eén, natuurlijk uh, geïnvesteerd ge voor een deel participaties. Mm -hmm. Dat is het eerste. Tweede, wat dat voor mij belangrijk is, is dat, uh, dat ik altijd een raad van advies samenstel om die mensen uh, te begeleiden in hun expertise. Mm -hmm. van, ik ben een generalist, ik ben geen expert. En ten derde, ik ga altijd een budget ter beschikking stellen, apart, voor consultancy. Voor ja. coaching consultancy. Want het zijn meestal jonge mensen... Hey, en om van, van level A naar B te krijgen, dan heb je, dan heb je wat coaching nodig. Heel belangrijk. Wij, de podcast is eigenlijk, of, of wat wij willen doen uh, binnen ons verhaal, is niet meer de start-ups daar iets mee doen. Want ik denk dat daar enorm veel initiatieven mm -hmm. aan voor zijn. De scale-ups, heb je hebt ook uh, mensen die business angels en dergelijke. en die coaching geven, maar er is een heel groot. Gap vinden wij tussen inderdaad de starters en, en een scale-up? Vooral zijn er heel veel ondernemers, zoals gezegd, van die level aan, er gewoon al beter geraken. Hoe, hoe, hoe doe je dat? Wat, wat is daar belangrijk aan? En, en dat is wel heel mooi dat je dan coaching aanhaalt. Ja, en, en het feit dat, dat als je als investeerder dat budget apart zet, dan wordt dat gebruikt. Mm -hmm. Onderhandelijk, in de prijs, dan wordt dat nooit gebruikt. Nee, dat is He? waar. Dus, en dat is zo belangrijk. Van Ik, ik edu, allee, Formatie, education is voor mij zo cruciaal. Van, uiteindelijk, ah ja, ik, ik ben verpleegkunde, ik heb ook toerisme gedaan en, en dan bouw ik een bedrijf uit. Dat is zo ver van elkaar. En als ik dat niet had, dan was ik niet wat ik op vandaag ben. Okay. Dus voor mij is dat echt een hele cruciale punt in mijn negotiaties met start-ups, met scale-ups. En, en mensen zijn, er is zoveel geld. In de wereld. Hè. Zoveel fonds, je zegt het zelf, of fools, friends, family, mm -hmm. hè, die willen sponsoren. Maar er is zoveel nood aan je van A naar B brengen. Mm -hmm. Heel belangrijk. Ja, denk coaching. We denken ook dat daar echt de grootste valkuil zit. Het starten valt allemaal goed mee en dan heb je nog heel veel energie en passie in. En dan wil je het allemaal super graag doen, maar iemand dat moeilijker begint te worden en over ja, de moeilijke keuzes uh, ja. moet je gaan beslissen, daar zit de valkuil, denk ik. Ik denk dat daar. Uh, een duidelijke strategie, ja. strategie hebben en leren nee zeggen. Ja. ja. <laughs> Want er komen zoveel vragen van klanten op u af. Ja, hè? klopt. En dan, nee dan begin je schip te zwalpen en dan, dan uh, ja, focus en leren nee zeggen. Dat zijn de hardste dingen. Van. Je wilt cash maken, je wilt geld maken, ja. je wilt je belangrijk voelen en ja. Ja, dat, dat kan ik mij uh, volledig voorstellen. Zelf ook al heel veel in de, in de val getrapt van ik zal het wel doen, ik zal het wel doen. Ja. Ja. En dan merk je, wat ben ik nu eigenlijk aan het doen? Ja, het is de moeilijke hoor. Het is echt een moeilijke. Dus, uh, ik denk dat je ook wel een beetje leert uh, door dat te doen. Ik denk dat elke ondernemer in het begin de eerste echte stap die je pakt als ondernemer, als je keuzes begint te maken, is echt wel gewoon nee zeggen. Ja. Denk de, de dag waarop je leert nee zeggen, dan pas verandert alles. Ja, maar het leuke is als je een raad van advies hebt, ja. hè, dat, dat mensen je behoeden daartegen. Hè, dat, dat ze zeggen oké, okay, dat is je strategie, maar je komt nu met dat voorstel af, wat denk je, past dat in je strategie? Dus mm -hmm. zij stellen de kritische vragen. Mm -hmm. En soms heb je dat klankbord nodig ja. om terug naar, naar je strategie te komen. En mag ik dan eens even vragen, hoe doe je dat best, zo, raad van bestuur, opstellen? Want. En vanaf wanneer um, moet dat? Ja, dat... En vanaf wanneer moet dat inderdaad. Je begint als, nee, als enige of je begint alleen aan je zaak. En dan ja, komt er wel op een punt dat je meer advies nodig wilt. Maar ja, dat kost ook wel geld. Um, ja, dat is ook een moeilijke beslissing. Want als je op het punt zit dat het financieel niet kan om al die mensen in te schakelen. Maar je weet wel dat dat het beste is voor je zaak. Het dat dat is heel mo moeilijk om af te toetsen en te zien wat doe ik nu. Ja, maar... Als je geen centen hebt, dan moet je creatief zijn zonder centen. Mm -hmm. hè? Dus ik, ik denk dat iedereen wel een heel goed netwerk heeft, wat hij ja. zegt. Ik, ik wil dat je twee jaar mij vier keer op een jaar komt, komt zitten in mijn raad van advies en ik kan u niet betalen en je gaat altijd fantastische goede zielen vinden met veel ondernemerschap die dat gaan willen doen. Mm -hmm. ik, ik heb in 2014 Stella P opgericht de poster. Mm -hmm omdat ik vond uh, dat, wij, uh, dat wij zo... Ik was zo... Ik ben zo in de wolken van mijn raad van bestuur. Ik heb dat continu gehad. gedurende mijn 25 jaar carrière. En nog altijd trouwens. Eh, dat ik zeg, ik moet dat verkondigen aan de wereld. Mm -hmm. Wat dat, dat doet. over je, uh, je ontzorgen. Hè, dus de juiste vragen stellen. Ik had ieder vijf jaar een ander bord. Uh, en ik wilde dat verkondigen aan alle bedrijven. Hoe klein of hoe groot dat ze zijn. Uh, natuurlijk, ik ben een commerciële instelling, dus wij vragen centen. Uh, maar je kunt dat op alle, op alle manieren inschakelen. Als je dat in het begin niet kunt betalen, oké, okay, dan vind je een aantal mensen die dat echt willen doen. Uh, op een bepaald moment, als je wel de centen hebt, he, dat is absoluut betaalbaar. Mm -hmm. uh, maar moet... Ze moeten echt die expertise hebben die je kunt van A naar B brengen. Dat is mm. belangrijk. Er moet dat heel kritisch in zijn wie dat er daarin zit. Nee, ik denk dat is wel een hele goede tip is omdat je daar als startende ondernemer niet direct aan denkt. Omdat je misschien denkt dat je bedrijf niet groot genoeg is ervoor. Maar ja. ik denk inderdaad dat je dat zo snel mogelijk moet en, doen. En ik weet dat dat wat centen kost, maar soms hè, brengt u dat veel meer ja. <laughs> ja. en veel vlugger tot je einddoel. Ja. Ja, ja, en absoluut. dan zijn je vrij vlug die centen vergeten. Ja. Dus, ja. uh, dat is ook waar. Ja. En jezelf, geef jij je ook advies? Je zit zelf ook in de Rade van bestuur. Je hebt inderdaad een programma als gegeven, waar, waar coaching uh, toch ook wel een onderdeel was. Als ook, je hebt in de Birdhouse... Uh, je, zit je daar nog? Hij heeft het goed had de onderzocht. Hè? Ja, dat is best gedaan. We hebben al gedaan. <laughs> Proberen we te doen. Wat is zo het meest voorkomende advies dat jij moet geven aan ondernemers? Of wat zijn dingen dat jij telkens opnieuw opmerkt of telkens valkuilen waar mensen over lopen? Ik ben al Genoeg nee zeggen of niet, niet altijd ja zeggen. Ja, ik er al veel geven, <laughs> uh, en Een Belangrijk is, is focus. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. En dat gaat ook een beetje samen met nee zeggen. Ja, dat klopt. Um, uh, uh, ik ga eerlijk zijn, uh, als je tegen een ondernemer uh, focus zegt of nee zegt, dan, dan ja, ze hebben ze heel veel ideeën, ze hebben heel veel opportuniteiten, ze denken in mogelijkheden. Hè? En, en dan moet je nee zeggen in een bord. Dat, dat is, dat is dat is katastrofaal hè, voor een ondernemer. En dan, dan zeg ik kijk, we gaan even parkeren totdat we die milestone bereikt hebben. Hè, en dan, kunnen we, hè, dan ja. kunnen we dat terug oproepen. Maar je hebt maar één euro om in te zetten. En je moet maken dat je in het begin die fundamenten zodanig goed hebt. Dus je moet je zodanig hoef focussen op je, op je cash call. Mm -hmm. En één keer dat dat goed zit, dan kun je beginnen freewheelen een stukje. Ja. En het is, het is werkelijk die mensen en die focus houden dat cruciaal is. Ja. Ja. We hebben dat zelf een heel mooie tip gehad van Nicoline Spruit, die, uh, die zei vierkantjes. Bied met je eerste kleine vierkantje. En als dat vierkantje volledig sta en volledig sterk is, dan pas vierkantje twee. En als dat dan volledig sta en sterk is, dan pas meer voilà. en meer. En dat, mag niet, dat wil niet zeggen dat je nooit naar dat groot vierkantje eens mag kijken om te dromen. Maar uw acties die je onderneemt, moet enkel gaan rond een klein vierkantje. Fantastische gezegd. En ons klein vierkantje is de podcast, hè? Ja, inderdaad. Ons eerste vierkantje. Maar zo beginnen alle grote dingen, hè? dat weet ja, je. Klopt. Ja, klopt. Bij Jane heb je, um, richt, je dus eigenlijk, uh, richt je je op bedrijven die dat, uh, een minimum omzet draaien van anderhalve miljoen euro. Nu, we denken ook wel dat voor veel luisteraars um, dat dat nog heel ver van hun bed ligt en dat dat niet zo evident is om daar te komen. En Allee, we hebben het het net ook al eventjes over gehad. Hoe doe je dat nu? Of wat zijn nu concrete tips om je echt wel dan te focussen of je focus te behouden om naar die omzet te kunnen gaan? Ja. Is dat tip 1 bijvoorbeeld inderdaad van bestuur samenstellen? Ik denk dat dat uh, het is niet zo één tip. Het zijn, het zijn ja. meerdere dingen die je, je moet doen. Um, uh, Overigens ben ik in New York geweest en daar hebben ze dus werkelijk opleidingen om de one million opleiding. He, dus mm -hmm. zij recruteren dames, onderneemsters, die 400.000, 500.000 euro omzet draaien, om die naar 1 miljoen te brengen. Mm -hmm. En die geven ze personal coaches, die zetten ze ook samen met andere dames die daarin geslaagd zijn, naar die 1 miljoen. He, dus om, ik zeg dat alleen maar om u aan te geven dat het eigenlijk een soort zoeken is, he, wat soort competenties dat, dat je mist, uh, individueel, mm -hmm. he, om tot die 1 miljoen te geraken. Het is zo dat we dikwijls zelf de remmende factor zijn ja. mm -hmm. hè, om aan die 1 miljoen te raken, terug naar dat hoofd. Hè. We zitten zodanig te denken en te scannen en te zeggen, ja we moeten nog die cursus volgen, anders gaan we niet goed genoeg zijn. Ja. Hè. Dus, en daar worden we eigenlijk uh, met de peergroepen geconfronteerd en, en die stimuleren samen met de coaches om tot de 1 miljoen te gaan. En dat dus, werkt dus werkelijk. Hè. Ik ben daar geweest, ik heb dat gezien. Ja, bij, uh, uh, we hebben dan, ik ben dan meter geweest nu overlaats van een groep uh, in, uh, in het UCLL uh, in Leuven. En daar met Veronique Bokstalen hebben, uh, hmm. hebben wij een ja. cursus opgestart om vrouwelijk ondernemerschap te stimuleren om naar 1 miljoen te geraken. dus En in 2021 zullen, zouden... Van die 15 dames dat er, die gecoacht geweest zijn, hoop ik dat er toch een paar naar die 1 miljoen gaan geraken. Mooi. Inderdaad. Ik ga er wel van op de hoogte gehouden worden ik. Ja, ik hoop het. <laughs> ik heb er wel iets dus van, van gegeven. maar. Ja, duim we, maar. Hebben er, we hebben er met Veronique het eventjes inderdaad over gehad. Ja, dat ja. ik ja. Heb ook in contact had met Veronique. Ja. Ik had, uh, we hebben een vraag gehad ook van onze luisteraar, allez, of een van onze luisteraars, die uh, misschien wel interessant is, uh, omdat jij toch wel een, een financiële achtergrond ondertussen uh, ook hebt opgebouwd. Dat sommigen het moeilijk vinden om een, wat de juiste goede balans is tussen geld dat binnenkomt binnen je onderneming, om dat terug in die on onderneming te steken, en anderzijds ook voldoende uit te keren aan de ondernemer um, om een aangenaam leven te leiden die, die de druk van de onderneming een beetje compenseert. Wat is daar een mooie balans in? Of wat zijn de dingen die je zou kunnen meegeven aan die luisteraar? Ik, heb, als ik, uh, ik ga het juist over mijzelf uh, vertellen. Mm -hmm. hè, um, maar ik spreek van 25 jaar geleden, als, ik, uh, als we ons eigen bedrijf opstarten, hebben we eigenlijk heel weinig, de eerste vijf jaar, hebben we eigenlijk heel weinig huid gehad. Mm -hmm. um, en zeker het eerste jaar, ik zeg altijd tegen een start-up, je moet maken als je getrouwd bent of als je een vriend hebt, dat je één jaar loon kunt overbruggen. Mm -hmm. Ja. Dus uh, als, je, als je opstart. Um, en dan dat heeft u een stukje ontzort, dat ontzort u een stukje. En dan uh, moet je bouwen aan uw bedrijf. En u hoort het, eh, bouwen wil zeggen terug altijd, eh, held, 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 is een van de bouwstenen om aan uw bedrijf te bouwen, is continu herinvesteren in uw bedrijf. Totdat de fundamenten goed zijn en totdat je een, een, een loon kunt uitbetalen. Uh, als je je winstmarge bekijkt en je bedrijf, dan moet je eigenlijk een soort uh, virtueel loon uithalen. Anders maakt u uzelf iets wijs. Mm -hmm. Dus je moet een virtueel loon, ook al leed je het er niet uit, maar je moet een virtueel loon uithalen om uzelf niets wijs te maken. Van stel dat je start-up niet lukt, hè, dan mogen je uzelf niets wijs maken. Uh, je moet dus juist de kosten eruit halen. Je moet een werkelijk beeld hebben van je financials, van je start-up. Zodanig dat je ook een werkelijk beeld kunt hebben wanneer trek ik de stekker uit of wanneer ben ik goed bezig. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, dat, dat heel belangrijk is. Inderdaad. Ja, dat is een hele goede en waardevolle tip denk ik, um, zeker voor, voor ondernemers die één twee jaar bezig zijn en die zo beginnen van, ik zit al drie jaar hard aan het werken ja, maar, maar. ze hebben er nog geen euro uithoudt, ze hebben geen verzekering. ze hebben ja. geen. niet als het morgen iets gebeurt. Ja, je moet het, voor mij moet je het niet uithalen, maar op zijn minst, je, prof, je onderste lijn, moet je daar rekening mee houden. Ja, en, ja. En, en dat is de realiteit. Eh. Ja. En wanneer is het dan effectief interessant om op zoek te gaan naar externe financiering? In plaats van een lening aan. Wanneer doe je het echt met het eigen gaten en zeg je oké, okay, als ik zoveel verdiend heb, investeer ik. Of het is nu eigenlijk al de juiste beslissing en ik ga voor externe financiering. Het is allemaal een beetje afhankelijk van het product en de service. Nee, he, wel soort, ja, mm -hmm. Als je in de biofarma gaat, dan heb je heel veel kapitaal De ja. Software is ook zo. Diensten, die wat minder, ja. diensten wat minder. Consultancy, wat minder, omdat je alleen maar jezelf hebt. Ja... Het is zo moeilijk om daar een algemeen... Uh... Ja, inderdaad. En dan, dat is waarschijnlijk ook wel een beetje terugkeren op je raad van bestuur. <laughs> en ja. die vraag een keer stellen. Ja, of gewoon uh, <laughs> je beste vriendin, die misschien ja. wel, of je beste family fool en ja, friend. Ja. Dus die kunnen ook al heel veel raad geven. Ja. Nu tegenwoordig wordt er heel veel gepraat over passief inkomen en extra inkomen uh, on the side, waar dat er minimum input uh, is, maar dat je eigenlijk toch wel al iets uh, genereert. Is dat iets dat jij altijd belangrijk vond of belangrijk vindt? En, en wanneer zou je aan moeten beginnen? Kun je mij een voorbeeld geven? Van... Bijvoorbeeld passief inkomen. We hebben Vera Smet op de podcast gehad. Zij heeft um, geïnvesteerd in ecologische, ecologische housing um, om dat dan te verhuren op termijn om dan zo'n extra instroom van, van kapitaal te krijgen. Ja. En uw vraag is? Of, of dat je dat belangrijk vindt, of dat je zegt, nee, als ondernemer focus je maar gewoon op je één ding. Of is het juist heel belangrijk om vanaf het begin te kijken naar meerdere manieren om, om eigenlijk je risico wat te verspreiden? Uh, het is een beetje afhankelijk. Als je zegt, ik, ik ben een start-up en ik wil mijn bedrijf uitbouwen, dan, dan denk ik dat je zoveel mogelijk moet focussen op je mm -hmm. bedrijf uitbouwen. Mm -hmm. van, uiteindelijk, ja, ecologische huizen... De kostente. Ja. Dus ik zou, ik zou alles inzetten en dan eigenlijk een stukje uh, na vijf jaar, na zes jaar, een stukje van die droom realiseren. Uh, en dan heb je wat sterker fundament en dan kun je dat ook. Ja. He? Dus stukje, ja. Uh, ja. Ik vind het belangrijk dat je eigenlijk full focus op het ene zijt uh, en dan komt de rest wel. Mm -hmm. ja. De profit ja. komt wel. En dan kun je daar. Kiezen wat hij daarmee doet. Ja. Onder je matras steken of investeren. Maar als ondernemer denk ik dat je altijd wel wil investeren ja. en kijken wat dat het opbrengt. Nee, de reden dat we die vraag stelden, wat dat belangrijk is, omdat heel veel ondernemers. We hebben het er net heel even gezegd. Je bent één, twee jaar aan het werken en aan het gaan en weekendwerken, avondwerken, noem maar op. Je hebt heel veel opofferingen gemaakt. En, en wat we heel hard zien, ik heb zelf een coworking uh, voor ondernemende vrouwen in Antwerpen. Uh, dat het zo aan een paar jaar begint van oké, okay, er mag hier wel iets ja. binnenkomen. En dat dan daar vaak de vraag is van. ben ik dan op het juiste pad om die focus te houden en moet ik gewoon wel langer doorbijten? Of is het nu wijs om al te gaan kijken van oké, okay, weet niet op één mm -hmm. paard, maar zoekt, zoekt verschillende paarden. Ja, maar telkens, als je uh, afwijkt van je doel, hè, dan, dan, gaat er, dan gaat er energie naar een andere sidekick. Mm -hmm. hè, en iedere energie, dan zeg ik ja. Misschien moet je een bezoek meer brengen. Moet je wel zelfs meer doen. In plaats van je te focussen om, om een gebouw te gaan zoeken. En, ja. Ja. ja, ik heb het nogal voor focus. Ja. Zeker de eerste vijf tot tien jaar. En ik, ik, ik denk dat te veel mensen, start-ups, instant happiness willen hebben. Instant inkomen willen hebben. En, en eigenlijk moet je rekenen dat het tegen een bedrijf goed draait. Duurt dat tussen de vijf en de tien jaar? Mm -hmm. En ik denk dat we daar, daar, daar allia, door, door alle media, daar een stukje mm -hmm. uh, misleid worden. Ja. Dat denk ik absoluut ook. En ik vind dat heel mooi dat je dat zo concreet maakt. Want ik denk dat dat wel iets is voor startende ondernemers om zich aan vast te hangen. Die, ik zeg het na drie jaar, wat beginnen van: pff, het is toch veel, het is toch zwaar en waarvoor doe ik dit? Dat dat wel iets moois is om, om een soort van. Polster zoals je zelf met Stella mm. in, in, in in de verte te kunnen blijven zien van het gaat komen. Zolang ik blijf gaan, ja. gaat ik, ga ik het, ga het wel komen. Je moet ja. natuurlijk niet op je lauren gaan zitten. Je moet natuurlijk wel blijven, ja. blijven werken. ja En als je spreekt met ervaren ondernemers, die gaan dat ook vertellen. ja, ja. We zijn dat, is, ja. dat is ook wel belangrijk. Gaat op de koffie met een ervaren ondernemer. Ja. En vraag wanneer dat hij eigenlijk dacht dat hij. nu, nu ik, nu ik sta erin om wat kapitaal te ja, verzamelen. Ja. Dus dat is belangrijk. Het is misschien een goede vraag om bij elke podcast toch eens ja. te stellen. Ik vind dat, dat geeft me ook wel een beetje. Oeh. Ja, ja, want de druk ligt hoog. Hè? Ja. Mensen vragen ook heel vaak. En hoe is mijn zaak? En hoe ja. is het zaak? Lopen de zaken? En ook uh, uw innerlijke druk, vooral. Ja, je laat voor jezelf ook. Ja, ja je, bent, je wilt. Begin dan niet een avontuur waar je nog waar je heel weinig ervaring mee hebt? Je mm -hmm. moet al bijna multimiljonair zijn na een jaar. Ja, ja, dat is dat absoluut. Dan moet je me toch een keer... Uh, <laughs> ik, ik ben daar niet in geslaagd. Hè. Dus, uh, uh, dat, allez. En dan heb je verschillende business. Als je in de food business zit, dat zijn lage marges. Mm -hmm. Als je in de service zit, oké, okay, daar kunnen wat hogere marges zijn. Dus ieder dienst of ieder, ieder product is anders. Maar je kunt zomaar niet van 1, 2, 3 naar, naar een miljoen omzet gaan. Hè? Nee, dus ja, je maakt jezelf niks wijs. Dus uh, We moeten eigenlijk allemaal eerst vijf jaar heel hard werken. En als na vijf jaar nog altijd niets gebeurd is, dan mag je je echt zorgen maken. Maar in die eerste drie jaar mag je gewoon wel door blijven gaan. En, en, is okay. en ik zou eerlijk zijn: geniet van de weg. Geniet van de weg. Ja. Ik heb dat te weinig gedaan. Ik dacht dat, ja, ik was zo bezig met, 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 de, met bedrijfsvoering. Ja. Dus uh, en ik zou, moest ik daar doen zijn? Ik zou het juist hetzelfde doen, maar ik zou een meer genieten van de weg uh, naar, 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 de, naar het succes, denk ik dan. Oei. Ja, meer de weg. Ja. Dat Wordt is zo lief. leuk en meer fun. Ja, en we proberen ook al te maar doen Maar we hè? proberen heel. Ik, allee, ik, soms ben ik... Uh, maar nu niet meer, maar vroeger was ik zeer ernstig. Ja. ja. Gelukkig. En af en toe <laughs> is wat lucht in blazen dat het allemaal niet zo zwaar is en zo. Ja. Ja, jezelf niet te ernstig nemen. Dus uh, veel fun en, uh, en leuke dingen doen en je amuseren. En dan weegt dat minder zwaar, dat dat miljoen daar nog niet staat. Dus, uh. Oké, okay, super. En de podcast komt bijna op zijn einde. Uh, we zouden dan ook wel graag eindigen met één laatste um, vraag misschien. Wat vind je nu zelf eigenlijk dat er misschien een taboe is rond vrouwen die heel veel geld verdienen? We uh, horen heel vaak dat mensen daar eigenlijk niet over willen praten. En, en mensen zijn altijd zodanig gesloten over. Financieel over lonen, dat is allemaal zo'n taboe. En ook, je, voelt je, je voelt ook wel een beetje alsof dat je altijd moet verantwoorden als je veel geld zou willen verdienen. Denk je dat er daar een taboe rond is? is het, uh... Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik ga hier, met Via Jane hebben wij tachtig dames gevonden mm -hmm. hè, om 50 miljoen in ons fonds te plaatsen. Fantastisch. En uh, we hadden zo van... Oef. Die zeiden, het is kon niet voor de eerste keer dat ik mag investeren, anders is het altijd met een man. En ik wil dat ook leren en ik wil dat ook doen. En mm -hmm. let's talk dirty. Eh? Eh, let's talk about money. Mm -hmm. Ja, zalig. Eh, en, en dat is precies een item voor de mannen, maar dat is, dat is absoluut niet waar. Ja. He, dus wij, wij willen dat ook doen. We willen daar ook uh, kijken hoe, dat we, hoe, dat we, hoe dat we daar kunnen beleggen, op welke soort manieren. We willen ook spreken tegen elkaar en zeggen: kijk, dat is een goede investering of dat is niet, dat is niet een goede investering. Ja. Of we moeten, moeten dit of dat doen. En, en, en ik, ik denk dat ik daar een klein beetje de cirkel doorbroken heb. Uh, en ik hoop het. En, uh, en ja, we hebben een community van 80 dames, dus ik hoop dat we daar het uh, en ander mee doen. Uh, op, ik ben op daar een van, man. Uh, ja, ja. Ik ben daar zeker van overtuigd dat er daar van alles uh, gebeurt wat heel goed is voor de vrouwen. Ja, dat denk ik ook zeker. Um, ja, leuk. In, in een heel prachtig initiatief, zowel Stella P als We Are Jane. Dus um, onze, onze tijd is op. Uh, het was fantastisch om jou op onze podcast te mogen ontvangen. Ik hoop dat je het zelf ook een beetje leuk vond. Ja. En uh, ja, we hopen dat de luisteraars daar. Uh, maar er zal ongetwijfeld zijn er ook heel veel aan gaan hebben. Ja, super bedankt. Ik wens u heel veel succes Dank toe en ik vind het een heel leuk initiatief. Dank, Dank je wel. Je wel. <laughs> Merci. Tot ziens.